Amateurs, luisteraars, een bijzondere goedenavond toegewenst. We vonden de landsdier aan de Sturvogel. Ondervangst goed is luisteraars van Sprekende Muziek, hè? Zo klinkt het dus de komende dagen op de speciale evenementenzender die de zendpiraten van Hitstream FM hebben aangevraagd. Luchthaal. Ja, een evenementvergunning is niks anders dan een bijzonder doel waar je mag voorzien van op FM-radio. Op zaterdagavond gaan jullie allemaal mee. Hey, hey, dat is oké. Okay. Geef dan een party, is dat geen geweldig idee? De GMZ-zender draaien wordt steeds moeilijker en moeilijker met de overheid. En ja, je wordt gedwongen om te stoppen, maar je kunt niet stoppen. Je gaat andere alternatieven zoeken. Je gaat, ja, het bloed gaat gewoon door. Toch iedere keer weer proberen om het toch voor elkaar te krijgen om weer te kunnen draaien. Ja. En dan, ja, zo goed en zo kwaad als het kan, iedere keer weer, ja, toch maar weer door. En naast de kick vinden ze dat het zenden ook hoort bij de cultuur van de Zuidoosthoek. Ja, het zenden heeft... Dat heeft echt waarde, vooral in deze regio hier. Van processing afregelen tot, nou ja, de avond die draait, zeg maar. Gewoon met elkaar gezellig een flesje bier drinken, plaatjes draaien voor de luisteraar. Ja, dat is gewoon mooi. De reacties die ervan komen, ja, dat is gewoon super. Koen van der Weilapjes, Koen Lus de Met. Dan ook uiteraard die kant op aan. En luister gezellig mee aan die kant, hè. Nu zenden veel piraten via internet of op andere legale manieren. Maar dat is toch niet hetzelfde als een paar jaar geleden. Die tijd die komt niet weer, dat weet iedereen en ja... Dat is met alles zo. Ja, de tijd van vroeger die was altijd het mooiste, zeggen ze wel eens. Ja, nou ja, zo is het ook een beetje. Ondanks de torenhoge boetes, die kunnen oplopen tot maar liefst 45.000 euro, zijn de piraten niet van plan om te stoppen met zenden. Nou, ik denk het niet. Nee. Het is en blijft iets wat erin zit. En ja, dat geeft er ook niet meer uit. Dit is gewoon. Het moet iets. Ja, raar. Het zal een soort verslaving wezen. Je weet precies wat voor feest ik bedoel. Jongens, zo wordt het een gezellige boel.